Jongeren die ook na hun 18e jaar medische zorg nodig hebben, in drie fasen de overstap te maken van de kinderzorg naar de volwassenenzorg. Dit wordt ook wel transitiezorg genoemd. Er zijn veel verschillen tussen de kinder- en volwassenenzorg. En jouw rol in je behandeling verandert. Zo verwachten we meer zelfstandigheid van jou: krijg je een ander behandelteam en ga je voor je behandeling naar een andere locatie. Ben jij 16 jaar of ouder? En heb je ook na je 18e nog medische zorg nodig? Dan is dit filmpje voor jou bedoeld. Wanneer je 18 jaar bent geworden, val je niet meer onder de kinderzorg, maar onder de volwassenenzorg. Vanaf 16 jaar ben je al wettelijk eerste aanspreekpunt en kunnen je ouders dit alleen met jouw toestemming nog doen. Vanaf je 18e jaar ben je zelf verantwoordelijk. Vanaf dan zijn niet jouw ouders, maar jijzelf het eerste aanspreekpunt binnen jouw behandeling. Om de overstap van de kinder naar volwassenzorg zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we in het Erasmus MC het Young Adult programma ontwikkeld. Het programma start op je 16e jaar, maar de voorbereiding kan soms al eerder beginnen. Voor je eerste afspraak op het Young Adult spreekuur sturen we je een aantal vragenlijsten op via mijn Erasmus MC. De vragenlijsten heten Ready, Steady, Go en Trac en gaan over de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid betekent dat je voor jezelf kan zorgen en dat je weet waar je welke hulp kan vragen. Deze eigenschappen heb jij namelijk nodig om na de overstap naar de volwassenenzorg zelfstandig alles te kunnen regelen rondom jouw ziekenhuisbezoeken en bijvoorbeeld medicatie. Ook je ouders worden meegenomen in dit programma, want ook voor hen zullen er dingen gaan veranderen en zo kunnen ze jou waar nodig ondersteunen. Je wordt in deze periode begeleid door een Young Adult Coördinator. Met de jonge adult-coördinator bespreek je jouw ingevulde vragenlijsten en samen maken jullie een transitieplan. In dit individuele transitieplan maken jullie afspraken voor de komende periode en stellen jullie samen doelen op. Bijvoorbeeld dat jij wilt leren hoe je je eigen medicatie beheert, hoe je zelf afspraken inplant of hoe je leert op te komen voor jouw eigen wensen in jouw behandeling. Ieder jaar vul je opnieuw de vragenlijsten in en bespreek je die met jouw jonge adult-coördinator. Zo blijft jouw transitieplan altijd passend bij je huidige situatie en wensen. Nadat je bent overgegaan naar de volwassenenzorg, vul je de vragenlijsten nog één keer in. Je gaat tijdens de eerste fase al kennis maken met één van de behandelaren van jouw nieuwe behandelteam. Zij bespreken samen met jou dan de verschillen tussen de kinder- en de volwassenenzorg. Bijvoorbeeld dat je misschien andere medicatie krijgt, sommige handelingen anders uitgevoerd gaan worden... En dat de consulten op de poli korter zijn dan je misschien gewend bent. Jouw behandelteam van het SOFIA en je nieuwe behandelteam van het Erasmus MC overleggen regelmatig met elkaar, zodat het nieuwe team jouw ziektegeschiedenis leert kennen en de werkwijze van beide teams goed op elkaar aansluiten. In de tweede fase dragen we jouw behandeling over aan jouw nieuwe behandelteam. Dit doen we samen met jou, jouw arts uit de kinderzorg, jouw ouders of verzorgers en jouw nieuwe behandelaar. Vanaf nu is je nieuwe behandelteam jouw nieuwe aanspreekpunt. Dit noemen we de warme overdracht. Tijdens je eerste afspraak na de overstap bij de zorg voor volwassenen plannen we extra tijd in om elkaar beter te leren kennen. Zo leert jouw nieuwe behandelteam meer over wie jij bent als persoon en wat je belangrijk vindt. We bespreken je ziektebeeld en klachten en er is ook ruimte om persoonlijke dingen te bespreken die invloed hebben op jouw behandeling. Als je wilt zijn je ouders ook welkom bij dit gesprek, als gelijkwaardige partner. Maar zelf gaat in gesprek met jouw behandelteam. Natuurlijk sta je er nu niet ineens alleen voor. Ook na de overstap zijn we er voor je. Dus vraag hulp als je dit nodig hebt. Met behulp van het Jong Adult Programma heb jij vol vertrouwen en goed voorbereid de overstap van kinder naar volwassenenzorg gemaakt. Je kan het!